Hoi, vandaag is het blauwe maandag. Ja, mensen zijn dan depri, zeg maar. Of de meest depri dag van het jaar. Ja, ik ben optimist. Altijd al geweest. En bij blauw denk ik altijd gelijk aan die kleine blauwe mannetjes, de smurfen. Maar ja, om nou een smurf te gaan tekenen. Ja, dan zit je weer met allerlei licenties. En ik was eigenlijk al begonnen met een smurf. Maar ja, ik vertrouw dat toch niet helemaal. Dus wat gaan we doen? We gaan een bloem tekenen. En niet zomaar een bloem, een zonnebloem. Lekker vrolijk. Doe je mee? Ja, een zonnebloem. Hoe teken je nou een zonnebloem? Nou, we beginnen met een cirkel. En cirkels die maken we ook altijd in de cursussen. Dat is eigenlijk een van de basissymbolen. Als je nou niet zo goed bent in een cirkel tekenen, zou ik zeggen van probeer eerst eens een A4'tje vol te zetten met cirkels. Minimaal 15, maximaal 24 op een blad. Anders krijg je een heleboel kleine cirkeltjes en dan wordt het te klein. Probeer gewoon hier bovenaan te beginnen en in één keer rond. Dus niet gaan zitten schetsen, maar gewoon in één keer rond. Nou, teken zo heel je blad vol en dan zal je merken dat je laatste cirkel er al een stuk beter uitziet dan je eerste cirkel. Goed, het hart van de zonnebloem. De zonnebloem heeft binnenin al van die zonnebloempitten. Nou, we gaan dit helemaal volzetten met allemaal zaadjes. Zo, al die pitjes, al die zonnebloempitjes. Dan gaan we ze helemaal vol tekenen. Dat is echt wel kenmerkend voor een zonnebloem. Dan zijn we wel even bezig natuurlijk. Dat is het voordeel van de video, je kan hem altijd even verder spoelen, maar je kan ook gewoon lekker meetekenen. Waarschijnlijk ben ik toch net iets sneller. Ja, dat is natuurlijk de ervaring. Al teken ik ook niet elke dag zonnebloemen natuurlijk. Maar ik vond dat wel een bloem. Zeker een zonnebloem. Erg vrolijk voor een bloemmandee. Dat is een erg groot zaadje zo. Als je kramp krijgt in je vingers, dat hoort er gewoon bij hoor. Zo, dan hebben we het hart van de zonnebloem. Nou, de zonnebloem heeft heel veel blaadjes. Zonnebloemblaadjes. Helemaal in een puntje. Zo. Het leuke is bij een zonnebloem hierachter is er dan ook weer blaadjes. Dus dat is misschien wel heel erg, misschien wel het meest kenmerkende van een zonnebloem. Een zonnebloem heeft heel veel blaadjes. En die blaadjes zijn natuurlijk geel. Dat tekenen wij natuurlijk hier allemaal in zwart-wit. En je kan hem natuurlijk daarna gewoon inkleuren.
Zo. Voilà, een zonnebloem. Zonnebloemsteel. Een vrij dikke steel heeft een zonnebloem. Zo, en hij heeft ook aparte bladeren. Zo. Dat zijn eigenlijk een soort grote hartbladeren. Zo. Oké, een zonnebloem. Tekent ze, succes ermee. En ik zie jullie morgen weer in de volgende video.